Weet je wat gewoon heel erg lastig is om verlegen te zijn of onzeker te zijn in een wereld waarbij eigenlijk iedereen schreeuwt om aandacht, uh, te laten zien wie je bent. Dat is gewoon ja best wel eng als dat als je niet van nature iemand bent die ja graag Aandacht naar zich toe trekt, zeg maar. Nou, dat ben ik helemaal niet. Ik ben heel erg verlegen eigenlijk. De eerste 19 jaar van mijn leven heb ik misschien 15 woorden in totaal gezegd of zo. ja, wat ik graag wil meegeven in deze video is drie tips om te netwerken en te krijgen wat jij graag wil als je verlegen bent of als je eigenlijk best wel onzeker bent over jezelf. Fake it till you make it. Uh, fake it? Ja, fake it. Er was eerst een case study gedaan door Harvard University, geloof ik. En uh, er waren verschillende studenten die voor die een kwartier lang uh, net moesten doen alsof ze ontzettend extrovert waren. Die mensen die kwamen echt zo over op andere mensen. Ook al voelden ze zich misschien heel erg. Onzeker en heel erg verlegen. Ze kwamen wel heel erg enthousiast en zeker over op andere mensen. En eigenlijk gaat het daarom. Um, dus probeer. Uh, voor vreemden misschien, of bijvoorbeeld voor de buschauffeur, of, of mensen die je niet kent. Uh, probeer daarin even iemand anders voor te zijn en zeg eens overdreven hallo, of vraag eens iemand naar, naar, hey, wat heb je aan? Of geef eens iemand een complimentje. Ja, dat is mijn tip nummer twee: stel iemand anders vragen. En dat is eigenlijk heel erg makkelijk als je verlegen bent, want dan hoef je zelf niks te zeggen. Maar je vraagt gewoon wat aan andere mensen. Je leeft je in in andere mensen. En je probeert zo een gesprek aan te gaan. En eigenlijk werkt dat altijd omdat iedereen het leuk vindt om over zichzelf te praten. Zolang het maar dicht bij jezelf blijft, vindt iedereen het wel goed. Je moet, eigenlijk is het zo dat je gewoon niet aan jezelf moet denken. Maar denk aan een ander. Dus stap op iemand anders af. Doe net alsof je dit elke dag doet. En uh, stel die. Persoon, een vraag over zichzelf. Wat heb je leuke kleren aan? Waar heb je die gekocht? En verder hebben social media mij ontzettend geholpen om mezelf te laten zien. Ik ben namelijk niet iemand die als ik jou tegenkom en jij vraagt aan mij: Goh, wat doe je? Dan zeg ik: Oh ja, ik doe iets met online video. Of <laughs> ik ga niet helemaal uitgebreid vertellen van wat ik allemaal heb gedaan en al mijn accomplishments, of terwijl iemand anders misschien helemaal, weet je wel, verkoperig een praatje zou houden. Maar dat ben ik helemaal niet. En ja, dat is ook iets waar ik aan werk, om, om mezelf een one-minute pitch te geven of zo. Maar um, ik zorg er wel voor dat ik op social media gewoon goed aanwezig ben, dat ik leuke video's maak, okay? af en toe. Um, en dat ik op Twitter en Facebook en een website en dat soort dingen. En dat, dat heeft mij heel erg geholpen... Um, ook als ik presentaties geef, bijvoorbeeld, voor grote groepen. Sowieso vind ik het dan niks om te beginnen met... Hoi, ik ben Jan. Ik werk hier en hier voor Maar weet je, ik bedoel, als mensen het leuk vinden wie jij bent... en wat je te zeggen hebt, dan zoeken ze je vanzelf wel... zoeken ze uit zichzelf jou wel op. Uh, daar geloof ik in ieder geval in. Maar goed, dat is even on the side. Uh, het is dus heel erg handig om wel... Uh, ja andere mensen en andere dingen voor jou te laten spreken. Uh, vooral als je dat uh, zelf niet heel erg geneigd bent om dat ja, van nature te doen, zeg maar. Uh, nou, dat was een, uh, ja, een heel verhaal. Ik denk dat je vooral heel erg op jezelf moet vertrouwen. Blijf lekker dicht bij jezelf. Uh, en uh, ja, probeer gewoon wat meer van wie jij bent te laten zien. En dat kun je doen door ja, het eerst misschien een beetje te faken, maar natuurlijk wel uh, ja, gewoon jezelf te blijven. Um, door gewoon op mensen af te stappen en hun vragen te stellen over zichzelf. En door jezelf een hele goede presence te geven op internet. Heel veel succes! En uh, als ik iets voor jou kan betekenen, laat het me gewoon weten. En uh, dan zie ik je in de volgende video. Ciao!